Ongetwijfeld zijn heel wat mensen gefascineerd door exotische dieren of planten die ze plots in hun tuin of in de natuur zien opduiken. Maar deze uitheemse soorten betekenen soms een kleine ramp voor hun omgeving. Jagersvereniging Hubertusvereniging Vlaanderen onderneemt daarom actie, samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO. Exoten, invasieve exoten, zijn soorten die van nature niet voorkomen in onze contreien. Het zijn soorten die geïmporteerd zijn door de mens, moedwillig, niet moedwillig, en die eigenlijk een impact hebben op onze inheemse fauna en flora. Zij gaan hier toekomen, zij gaan beginnen verwilderen en zij gaan door hun aanwezigheid een druk gaan leggen op de lokale fauna en flora. Het is een fenomeen, het introduceren van uitheemse soorten is eigenlijk al heel oud. Hè. Sinds Columbus worden er soorten tussen continenten heen en weer gebracht voor voedselproductie als gezelschapsdier of andere. Maar we zien sinds de industriële revolutie toch een serieuze toename, zowel in de snelheid als de schaal van dat fenomeen. En voorlopig zien we daar eigenlijk geen verzadiging in. Dus we schatten dat ondertussen we tussen de 12.000 en de 16.000 exoten in Europa hebben, bijvoorbeeld. En een kleine minderheid daarvan veroorzaakt wel problemen in de biodiversiteit. Het gaat om een kleine 10% ongeveer. Een van die probleemsoorten vinden we vaak in landbouwgebied. Dit is de nijlgans. Soms als koppel, maar vaak met tientallen tegelijk troepen ze samen in weiden en velden. De nijlgans is eigenlijk een broedvogel uit Sub-Saharisch Afrika. Die is hier een tijd geleden al als gezelschapsdier en als siervogel geïntroduceerd in de parken. En in België is de invasie begonnen in het Koninklijk Park van Laken, eigenlijk, een waterrijk gebied. En de eerste nijlganzen zijn hier eigenlijk opgedoken in de natuur in de jaren 80. Dat is dan beginnen broeden in de jaren 90 en dan is het heel snel gegaan. En nu in de winter tellen we er ongeveer een 5.000 à 6.000 in goede jaren. En het ziet er niet naar uit dat die soort al zijn plafond heeft bereikt. Ze zijn agressief naar onze inheemse fauna, de waterwildsoorten, eenden. Ze gaan dus ook de locaties innemen die onze wilde eend gaat gebruiken voor te broeden, maar ook waar zij zich gaat voeden. Zij gaan een impact hebben op de flora ook. Zij hebben ook een impact op landbouw, op landbouwschade. Dus zij gaan gebruik maken van de gewassen die op de velden staan en op die manier eigenlijk schade gaan veroorzaken. Maar daarnaast zien we ook dat het zijn grote dieren. Het zijn geen ganzen zoals we eigenlijk denken uit de naam. Het zijn eerder halfganzen, ze staan dichter bij de eenden. Maar het zijn hele grote eenden, bij wijze van spreken. En zij gaan tot een halve kilogram uitwerpsel per dag gaan produceren. En op die manier eigenlijk een eutrofiering ook van de waterlopen, de waterelementen, maar ook de gebieden rond die waterelementen gaan veroorzaken. En het probleem is dat we de nijlgans heel moeilijk kunnen vangen. De dieren zijn slim en duiken weg onder de boot. Als je die probeert, zoals Canadese ganzen, te vangen in een kooi, dat lukt niet. Dus we moeten eigenlijk gaan afvangen met speciale kooien. En ook de jagerij kan eigenlijk sterk bijdragen aan een beter beheer van de soort via een doorgedreven registratie, maar ook door gewoon aandacht te hebben voor bestrijding van nijlganzen in het jachtrivier en tijdens de jacht op andere wildsoorten. Maar exoten vind je niet alleen onder de dieren. Ook planten uit verre oorden vinden hier soms een nieuwe habitat, waar ze dan problemen veroorzaken. En onderhoud van habitats, daar weten ook jagers bijna alles over. Jagen is meer dan schieten alleen. Dat is een leuze die wij steeds naar voren brengen. Jagers zijn 365 dagen in een jaar eigenlijk bezig met biotoopverbetering. En tijdens de biotoopverbetering komen wij ook natuurlijk exoten tegen. Wij roepen jagers op. En wij weten dat jagers dat automatisch ook al gaan uitvoeren om die exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop, maar ook Amerikaanse vogelkers, om die zoveel mogelijk te gaan verwijderen. Uiteraard moeten we daarbij rekening houden met de type plant waarmee we aan het werken zijn. Spreek over de Japanse duizendknoop. Als het gaat over kleine plekken, dan kunnen we die verwijderen. Zeer goed mee oppassen, omdat er een plant is die zich zeer sterk gaat verbreiden
Omwille van het feit dat hij het met wortelstokken zit. Die wortelstokken, als die gebroken worden en die worden verspreid doorheen de natuur, dan gaan op elke plek waar een wortelstok zich stukjes bevindt, gaat er opnieuw een haard van de Japanse duizendknoop ontstaan. Het beheeradvies vanuit het IMBO en de Vlaamse overheid meer algemeen is eigenlijk om die zoveel mogelijk met rust te laten. Al is het wel zo dat kleine vlekken Japanse duizendknoop wel nog zinvol te beheren zijn door die bijvoorbeeld prompt te gaan uitgraven, maar ook dat is vrij moeilijk. Dus voorlopig is ons advies eigenlijk om daar zoveel mogelijk af te blijven, dus niet te gaan maaien, omdat je dan de plant eigenlijk stimuleert om zich verder te gaan verspreiden. Mocht je dat toch willen doen omdat de plant bijvoorbeeld visuele schade veroorzaakt of bij de buren begint uit te breiden en je moet iets ondernemen, neem dan zeker de nodige voorzorgen en zorg voor een goede afvoer van dat materiaal. Gooi die niet ergens op een hoop, zodanig dat je die invasie weer verspreidt. Het belangrijkste verspreidingsmechanisme van Japanse duizendknoop is eigenlijk grondverzet. Dus bij het uitgraven van dijken of het meenemen van habitatmateriaal uit de tuin, de composthoop en dat soort dingen, worden die rhizomen makkelijk verspreid. Kijken we naar de Amerikaanse vogelkers. Wij komen die veelal tegen in bossen, maar die komen ook voor op spoorwegbermen, open landschap. In de bossen zijn zij vaak niet zo'n groot probleem. Als het gaat over gestructureerde bossen, bossen waar voldoende structuur in aanwezig is, daar zullen die planten aanwezig zijn, maar zij gaan niet onmiddellijk zorgen voor een invasief effect op de omliggende of op de aanwezige kruiden en dergelijke die op de bodem groeien. En ondertussen is hij eigenlijk een probleem vooral op arme zandgronden en heidegebieden, waar je streeft naar open natuurtypes, zoals stuifzanden, duinen. En daar heb je eigenlijk het fenomeen dat de soort aanreiking van de grond veroorzaakt en ook het substraat gaat vastleggen. Dus het beheer is eigenlijk gedifferentieerd. In gesloten bossen is de soort misschien minder een probleem, maar vooral in die open natuurtypes wordt ze eigenlijk wel bestreden omwille van haar impact op de natuur. De Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk via vogels die de bessen eten. Individuele exemplaren zijn op zich wel gemakkelijk te verwijderen, best wanneer het nog kleine scheuten zijn. Want onder die bomen groeien geen grassen of kruiden waar ons inheemse wild van profiteert als voedsel of dekking. En Japanse duizendknoop zorgt dan weer net voor een te dichte begroeiing en biedt geen enkele voedingsbron. Een streek-eigen biotoop stimuleren is dus de boodschap. Uiteraard, als jager zijn wij bezig met het onderhouden en het beheren van het biotoop, van de habitat. En dat doen wij door onder andere het aanleggen van wildakkers en akkerranden. En daarbij gaan wij erop toezien dat we gebruik gaan maken van autochtone soorten. En dat daar geen vermenging is met exoten of invasieve exoten. Zeker geen invasieve exoten. Van de flora terug naar de fauna. Niet alle invasieve uitheemse dieren zijn even zichtbaar als de nijlgans. Maar beter voorkomen dan genezen. Dat is de boodschap bij de muntjak en de wasbeer. Of zijn Aziatische neefje, de wasbeerhond. Wel, de muntjak is een typisch voorbeeld van een soort die wordt uitgezet ten behoeve van de jacht. Dat is een fenomeen dat we de laatste tijd veel minder zien, gelukkig. Maar in de voorbije 100 jaar zijn uitzettingen voor de jacht wel belangrijk geweest in het aantal exoten dat in Europa werd uitgezet. En de Vlaamse overheid heeft eigenlijk als policy om te proberen beletten dat die muntjak zich permanent vestigt in Vlaanderen. En ik denk dat de jagerij daar ook een belangrijke rol kan in spelen om ten eerste niet zelf die dieren te gaan uitzetten. Dat is eigenlijk om te beginnen illegaal, maar het strookt ook niet met principes van duurzaam wildbeheer. En anderzijds kan de jagerij zeker meedoen aan beheer en bestrijding via het detecteren van die dieren met wildcamera's en andere en ook de bestrijding. Uiteindelijk is de jager eigenlijk wel een belangrijke partij bij het beheer van deze soort, dat met het geweer moet gebeuren. Wasbeer is een soort die je zeer moeilijk ziet. Zij kunnen zich zeer goed wegstoppen. Jagers
gaan ze af en toe wel eens waarnemen als ze op een hoogzit zitten, als zij aan zit doen op bijvoorbeeld reewild of op everzwijn. Ze gaan ze tegenkomen. Ze gaan ze ook zien op de wildcamera's, hè, want jagers hebben heel wat wildcamera's staan in het veld. Dus zij hebben die waarnemingen, maar wij stellen vast dat als een jager actie wil ondernemen om die wasbeer te gaan verwijderen, dat het soms 2-3 weken duurt voor alleen maar die wasbeer nog eens gaat terugzien. En de kans om die te gaan verwijderen is zeer klein. Nu, wij roepen ook jagers op om die wasbeer te gaan schieten met vuurwapen, maar dat is eventueel ook mogelijk met luchtdrukwapens. Als die dieren gestrekt zijn, dan roepen wij ook op om die dieren niet verder te gaan aanraken, omdat die drager kunnen zijn van zoonoses die dan ook weer gevaarlijk zijn voor de mens. Als er een dier gestrekt is, dan vragen wij ook om die melding daarvan te doen op ons intranet van HVV, net zoals we dat ook zullen doen voor andere exoten, zoals bijvoorbeeld de nijlgans. Jagers spelen dus een hoofdrol in het beheersen en uitroeien van exoten. Maar eigenlijk kan iedere inwoner van Vlaanderen een steentje bijdragen. Om te beginnen probeer zoveel mogelijk lokale producten af te nemen. Wees voorzichtig met het aanschaffen van huisdieren. Weet wat je koopt. Informeer u. Ken uw invasieve exoten. Er is een Europese zwarte lijst van soorten die effectief veel schade aan de biodiversiteit en de natuur veroorzaken. Dus wees daarvan op de hoogte. En ook kunnen mensen, waaronder ook jagers, meewerken aan de surveillance, aan het opsporen van die soorten en het doorgeven van gegevens, zodat wij over die invasies kunnen bijleren. Enerzijds, dieren die gestrekt zijn, melden op het internet van HVV. Zodoende dat wij als jachtsector een beeld hebben van de inspanning die de jachtsector gaat gaan uitvoeren. Die data die kunnen dan ook weer gebruikt worden door een overheid of door Europa om te kijken waar er dieren voorkomen, waar er inspanningen worden geleverd om die dieren te gaan verwijderen. Anderzijds burgers, als een burger een waarneming doet van een dier, van een exotische plant of iets dergelijks, dan wordt er eigenlijk ook gevraagd om daar een melding van te gaan maken. Onder andere via waarnemingen.be wordt dat gedaan. Alle uitheemse invasieve soorten in Vlaanderen uitroeien is wellicht wat veel gevraagd. Maar de impact op onze inheemse fauna en flora tot een minimum beperken, daar kunnen jagers samen met andere burgers ongetwijfeld in slagen.